En dan neem ik me voor, ik ga lekker ontspannen. Voor de tv zitten, ja. En ik ga me nergens over opwinden. Ha, niet gelukt. Weer niet gelukt, vrienden. Kijk ik nou vandaag in site. Zit daar een mevrouw en die heeft dan een boek geschreven over de Caroline. Ja, zij denkt bij zichzelf, nou weet je, succes van de Caroline van de Plas. Ik fiets dus even lekker mee op haar succesje. Ja, en ik ga even snel, frommel ik een boekje in elkaar en klaar is Kees. Maar dat niet alleen. Zij is ook nog eens eventjes gaan praten met de ex van de Caroline, ja. En die heeft een heel goedkoop en ordinair hoofdstukje in elkaar geflanst. Gewoon puur voor de commercie, want dat verkoopt dan zo lekker. Nou. En daar zat ik me dan toch weer enorm te ergeren aan deze mevrouw. Ene Marcia Nieuwhuis. En die vertelt dan, ja, ik heb dat gedaan, want ik ben een journaliste. Nou, vrienden, let even op, dat wordt als volgt omschreven, hè. Journaliste, dat is een beroepsbeoefenaar die nieuwsfeiten verzamelt over recente gebeurtenissen van algemeen belang. Ja, hé, hey. Ja, dat is hem, ja. Welk algemeen belang wordt hier gediend? Dan, hè? Ja, de Caroline, die in een ongezellige scheiding terechtkomt, 15, 20 jaar geleden. En daar gaan we dan achteraan. En dan gaan we met die ex zitten vervelen en die laten we alleen maar een beetje bagger uitstorten over de Caroline. En dat is het dan. Ja, is dat even ernstig? Ja, ga je nog een beetje zitten graven in een oude vechtscheiding van de Caroline? Nou, ik denk alleen maar bij mezelf. De mensen die BBB wilden gaan stemmen, die gaan het sowieso doen. En dan zijn er natuurlijk ook nog mensen die denken bij zichzelf, nou, dit vind ik zo verschrikkelijk, 100 keer niks. Nou ga ik zeker BBB stemmen.